We hebben vaak gezegd dat we een speciale video hebben, maar dit gaat echt een leveltje hoger. Blijf hem kijken. Ik ben Stijn. En ik ben Sven. En vandaag zijn wij met Ray Visser en Daan Olivier. En daar komen fietsen. Oké, we hebben dus een speciale video. Vandaag zijn we dus met Esmee Visser en Daan Olivier. Dus het zijn alle twee echte topsporters. Daan Olivier, dat was vroeger een hele goede klimmer. Die had hem in 2019 nog bij Jumbo-Visma gereden. En Esmee Visser is Olympisch kampioen geworden met schaatsen. En wij gaan hun dus een interview geven. Ja, zoals ik net heb verteld zijn wij met Daan en Esmee Visser. En wij hebben een paar vragen voor hun. Onder andere aan Esmee, hoe ziet je trainingsschema eruit? Hoe ziet mijn trainingsschema eruit? Nou, dat verschilt eigenlijk heel erg. Want als sporter bouw je ergens naartoe, dus je hebt een doel. En dan doe je eigenlijk, je wisselt weken af. Dus je hebt een duurweek, dan heb je een intensieve week. Ja. Dan heb je een rustweek. En dus elke week ziet er anders uit in principe. En ook, het verschilt heel erg per dag wat voor training ik heb. Maar over het algemeen train ik twee keer op een dag. Ja. Dus ochtends en 's middags. En ik doe na een wielrennen, hardlopen, sprongtraining, krachttraining, schaatsen. In de zomer dan skileren. Ja. Dus het is super gevarieerd. En ja, het verschilt ook qua training. Bijvoorbeeld op de fiets doen we duurritjes van 4 uur, maar we doen ook sprinttrainingen op de fiets, ja. Of intervallen. Ja, en dan heb ik nog een vraag aan Daan. Hoe ben je groot geworden in het wielrennen? Ja, ik had eigenlijk één droom. Dat was profielrenner worden. Maar ik begon met schaatsen op mijn 14e. En eigenlijk wilde ik daar heel goed in worden. Maar ik had direct toen ik startte met sporten, had ik een drive om de top te halen. En ik ging heel veel trainen. En ja. Ik had vooral heel veel plezier. En na 2 jaar schaatsen ging ik een beetje wedstrijdjes rijden. En toen merkte ik heel snel dat ik dat eigenlijk veel beter kon dan dat ik kon schaatsen. En toen had ik met mezelf afgesproken, als ik het NK haal, als ik me daarvoor kwalificeer, dan ga ik voor het wielrennen. En dat gebeurde na mijn tweede wedstrijd in het wielrennen. En toen ben ik eigenlijk voor het wielrennen gegaan. En ik had altijd de droom om in een Rabobankpakje te rijden. En toen ik 17 was, teken ik mijn eerste contract bij de Rabobank opleidingsploeg. Ja, en dat was een droom die uitkwam. Maar ik heb er vooral gewoon heel hard voor gewerkt. En heel veel plezier gehad. En natuurlijk ook gewoon een beetje geluk gehad. Ja. En dan heb ik nog een vraag aan Esmee. Hoe ben je groot geworden in het schaatsen? Hoe ben ik groot geworden in het schaatsen? Eigenlijk wel een beetje, denk ik, hetzelfde als wat Daan zegt. Met superveel plezier. En doorzettingsvermogen. Want ik ben vooral van de lange adem natuurlijk. En als klein kind, zeg maar, rij je alleen maar eigenlijk sprintafstanden. Dus mijn talent was nooit echt zichtbaar voor de buitenwereld. Dus ik heb eigenlijk al als kind nooit in een selectie gezeten of zo. En ja, ik ben bij mijn club, ik had er zoveel plezier in. Dus ik heb met mijn club, hebben we echt gewerkt om me beter te laten schaatsen qua techniek en zo. En ik vond het gewoon zo leuk en ik was gewoon zo gretig. Dus ik ging echt met mijn club werken daaraan. En toen ben ik pas later eigenlijk opgemerkt en in een selectie gehaald. En zo ben ik eigenlijk, elk jaar heb ik een klein stapje gemaakt. Dus het was niet dat ik er ineens was en dat ik maar moest laten zien dat ik er nog stond. Dus eigenlijk met dat plezier. En hoe beter je gaat presteren, hoe leuker het eigenlijk ook. Dan komt er ook nog meer plezier bij. Dus ik denk dat plezier en doorzettingsvermogen, dat het daardoor is dat ik heb behaald. Ja, en dan heb ik nog een vraag. Waarom ben je begonnen met wielrennen? Ja, waarom ben ik begonnen? Nou, op het eerste, als schaatser moet je altijd fietsen. Dus zo kwam ik eigenlijk in het wielrennen. En ik vond het heel erg leuk. Maar ik merkte vooral dat ik er goed in was. En dat vond ik misschien nog wel het leukste op dat moment. En later ben ik er pas echt heel veel plezier in gaan krijgen. En ben ik ook
heel erg de wedstrijden, maar ook gewoon het buiten zijn, het grenzen verleggen, heel erg gaan waarderen. Ja, plus ik had echt een doel en dat was het maximale uit mezelf te halen en ik ben er vanaf het begin. Ik was over heel veel dingen als klein jongetje heel onzeker, behalve dat ik toen ik begon met wielrennen, profwielrenner kon worden. Dat wist ik zeker en dat heeft me heel erg geholpen. En ik weet nog wat, mijn buurman die zei bij Oud en Nieuw van ja, maar dat ga je helemaal niet redden. En dat heeft me toen zo gretig gemaakt en ja, ik was eigenlijk best wel verdrietig, want hij zei ja, waarom zegt hij dat? Want ik ben zelf er heel erg van overtuigd. En ja, daarna had ik ook zoiets van ik zal hem eens eventjes het tegendeel bewijzen. Ja. Maar ik heb vooral gewoon, ik vond het super leuk en lekker samen op de club trainen en die wedstrijdjes. En wat ook super leuk was als we dan wedstrijden van meerdere dagen achter elkaar hadden, dat we dan met z'n allen op een boerderij zaten en gezellig met elkaar eten. En het was gewoon één groot feest. Ja. Maar mijn nieuwelingen juniorentijd, dat is zo super gaaf geweest. Uiteindelijk ook met de nationale selectie over de door Europa reizen. Ja, dat was voor mij een hele wereld die openging. Dat is superleuk. Ja. En bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen. Maar Sven heeft zo meteen ook nog een paar vragen die jullie misschien ook wel willen beantwoorden. Zeker. Ja, nu heb ik natuurlijk een paar vragen voor Esmee en Daan. Als eerste heb ik een vraag voor Esmee. Hoe oud was je toen je ging beginnen met sporten? Ik ben met 8 jaar begonnen met schaatsen. Dus mijn vader die schaatste al en die... Ja, je mag bij het schaatsen pas vanaf 7, 8 jaar schaatsen. Dus toen heeft hij mij op de schaats gezet. En toen ben ik begonnen eigenlijk met schaatsen. En daarnaast deed ik ook nog aan tennis. En ik heb ook nog een paar jaar gedanst. Maar dat is niet voor herhaling vatbaar. Dus ik heb in mijn jeugd heb ik eigenlijk ja, vooral eigenlijk aan schaatsen gedaan en aan tennis. Oké. En heb ik een vraag voor Daan. Waar heb je veel getraind met Jumbo Visma? Heel veel in Spanje. Ik woonde in Girona. Dus dat is net over de Spaans-Franse grens. En daar heb ik veel getraind. Daar woonden ook veel ploeggenoten. En we gingen veel trainingskamp in Mopacar. Dat is in Andalusië, dus dat is meer het zuiden van Spanje. Dat ligt ligt nog een heel stuk onder Alicante. We hebben bij Alicante zelf hebben we veel getraind. We hebben veel in Oostenrijk getraind, in Kutaj. Dan gingen we ook boven een berg zitten, op hoogte stage. Ik denk dat ik toen, was het in 2019? 2019 ben ik ook. Ik ben niet in Kutaj geweest. Wel in, toen was ik al gestopt. Wel in Spanje was ik toen nog. Ja. En ik heb ook een vraag voor jullie allebei. Wat is jullie voedingsschema? Wat is mijn voedingsschema? Weet je hoeveel op een dag eet? Nou, ja, voor mij. Ik denk dat elke sporter heeft een beetje individueel zijn aandachtspunten. Je een die komt bijvoorbeeld heel snel in spiermassa aan. Dus die moet eigenlijk opletten dat hij niet te veel spier krijgt. En de ander die krijgt juist heel moeilijk spiermassa. En die moet juist heel. Maakt niet uit hoeveel eiwitten die eet. De ander die moet eigenlijk een beetje letten op zijn vetpercentage, dus dat hij niet te veel vet binnenkrijgt. De ander hoeft dat niet. Dus het verschilt heel erg per persoon. Maar ik heb zelf, ik moet zelf zoveel mogelijk eten om op gewicht te kunnen blijven. En een beetje, het is toch belangrijk dat je vetpercentage voor wielrenners is. Die streven eigenlijk een beetje naar zo laag mogelijk vetpercentage, want dan kom je die berg het beste op. Maar voor schaatsers is dat niet echt noodzakelijk en je hebt ook voor je weerstand om die goed te houden wel een beetje iets meer body nodig. En omdat ik dus best wel moeilijk aankom, moet ik gewoon zorgen dat ik zoveel mogelijk eet. En ja, dus mag ik ook wel een beetje snoepjes eten af en toe als ik dat lekker vind. Maar mijn vaste voedingsschema is nou gewoon echt een goed ontbijt, want dat is het belangrijkste van de dag. Dus die basis, die ontbijt, lunch en avondeten moet gewoon heel goed zijn. En dan voordat ik ga slapen neem ik nog extra eiwitten in voor mijn herstel.
En daartussen, als ik dan snoepjes of koekjes wil nemen, dan moet dat extra. En dan mag ik mag dat niet vervangen voor mijn grote maaltijden, zeg maar. Ja. En wat is... Nou ja, bij mij is het nu, maakt het dan niet meer zoveel uit. Dus ik snoep vooral gewoon heel veel. Want dat heb ik jarenlang niet mogen doen. En nou ja, ik heb wat dat betreft... ik ben altijd wel erg een zoete kou geweest. Dus ja, ik heb nu geen reden waarom ik het niet zou doen. En, maar toen ik nog fietste, ja, wat Esmee zegt, dus een heel goed ontbijt. En ja, ik lustte dan geen kwark of yoghurt, dus dat was wel een beetje vervelend. Maar ik had heel veel brood. Voor lunch ook brood. Pasta. Veel pasta. Ja, en ik probeerde zelf wel een beetje te experimenteren met het maken van gezonde pizza's als avondeten. Dus ik was altijd heel erg op zoek naar gezonde recepten die wel lekker waren. Ja, maar bij wedstrijden was het toch vaak pasta, rijst, aardappelen, vlees en kippetje schoenzel in de eerste jaren zeker. Als je in die Franse hotel zat. En nu is het gewoon waar ik zin in heb. En dat is vaak snoep. Appeltaart, ja. Ik ben appeltaart verslaafd. En een chocoladekoek. Ja, en hoe ben je eigenlijk bij Jumbo-Visma beland? Nou, dat was wel een mooi iets. Ik reed eerst bij Giant Shimano. Toen werd het Giant Alpecin. En toen heb ik een tussenjaar genomen, want ik had nooit mijn school afgemaakt. En dat was... want omdat ik als een jongetje dacht ik van, nou, ik wil alles of niks, ik wil profielrenner worden en school was maar vervelend. Dus ik ging heel veel spijbelen en toen ben ik uiteindelijk van school gestuurd. En dat was niet zo slim. Dus ik kreeg er steeds meer spijt van. En ik was een aantal keer best wel hard gevallen als eerstejaars prof. En toen dacht ik van ja, als ik nu nog een keer heel hard val, dan kan ik eigenlijk niet zoveel. Dan heb ik helemaal geen plan B. Ik heb geen diploma, niks. Dus ik was best wel bang eigenlijk daarvoor. En toen heb ik een tussenjaar genomen. Toen ben ik op het met een 21 plus toets ben ik op het HBO heb ik een jaar een opleiding gedaan om een proppenduis te halen, zodat ik daarna door zou kunnen naar de universiteit als dat nodig zou zijn. En dat heb ik gedaan. En toen dacht ik van, ik wil eigenlijk toch wel heel graag gaan fietsen. En toen had ik ook de rust. Dat ik wist van oké, als er iets met fietsen gebeurt, dan kan ik iets anders gaan doen. Dan weet ik tenminste dat ik kan studeren. En toen ben ik weer veel gaan trainen en toen kwam ik met Jumbo in contact. En die waren op zoek naar een klimmer. En toen heb ik een inspanningstest gedaan en toen bleek dat ik nog best wel fit was. En toen had ik een contract bij Jumbo getekend en het jaar daarop mocht ik... reed ik in een geel pakje, dus dat was eigenlijk een hele bijzondere manier om weer terug te komen. Maar ik denk dat hij bijvoorbeeld wil weten van, heb jij zelf gebeld naar Jumbo? Nee. Of heeft iemand, is die gewoon naar jou toegekomen? Nee, mijn manager is gaan bellen. Dus ik was zelf helemaal niet van plan om weer prof te worden. Ik dacht, ik ga gewoon op club of continentaal niveau gaan rijden en dan hoop ik dat ik daarna weer prof kan worden. Maar ik wilde het eerste jaar, was ik daar nog helemaal niet mee bezig. En toen belde mijn manager op. Ja, ik ben zo vrij geweest om meerdere ploegen te gaan bellen. En Jumbo heeft interesse. En toen dacht ik, oh, nou ja, leuk, gaaf, prima. En toen ben ik in gesprek gegaan. En toen heb ik ook een motivatiebrief geschreven waarom ik weer wilde gaan fietsen. Toen kwam ik terug. Dus dat was een hele mooie kans. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. En, ja, het is natuurlijk een buitenkantje geweest. Ja. Yeah. Dit waren mijn vragen voor Daan en Esmee. Ja, waarschijnlijk begrijp je nu wel waarom we dit als een speciale video zagen. We zijn erg dankbaar dat Esmee Visser en Daan Olivier tijd voor ons hebben gemaakt en nog heel even met ons wilden gaan fietsen. We hebben ook een mooie handtekeningenkaart van Esmee Visser gekregen. En weet jij nou nog een topsporter die wij mogelijk kunnen gaan interviewen? Laat het dan even weten in de reacties. Doe een blauw duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal. En dan zien wij jullie hopelijk weer volgende week. Later!